Hossen de Maas heeft echt een hele bijzondere filmcultuur. Ik denk dat er wel meningen zijn geweest dat de Schutter hier maar een zoekclub was of zo. Dat weet ik niet of het zo is, maar dat vermoeden bestaat wel. En dan ga je afvragen van waar komt dat door? Ik heb daar wel over nagedacht. En ik denk misschien dat wij van origine veel kleine dorpjes hebben die geïsoleerd lagen. Dat wij als inwoners van Hossen de Maas van vroeger uit gewend zijn om zelf onze cultuur te maken, zelf onze verhalen te vertellen. En dat misschien nu nog doorspeelt, dat zit eigenlijk in ons DNA om verhalen te vertellen, om muziek te maken, om films te maken. Ik denk dat de keuze voor Zwolle wel groot is. Ook, we zitten hier in het oude hoes van Bertus Aafjes. Dat is een bekende naam in de regio, maar in het ganse land. Herman Pieter de Boer, Hermine de Graaf, allemaal schrijvers die iets hadden met Zwolle hier komen wonen. Film maken is een andere vorm van verhalen vertellen. En dat zit hier ook heel goed vertegenwoordigd in de regio. De Peel is een heel mooi gebied, een stiltegebied. Als ik mijn ogen dicht doe in de Peel, dan zijn ik geel. Ik kwam een persoon tegen, Jef Mooren, die ik vroeger niet kende. Ik weet dat hij oud-Horstenaar is, maar in Zwolle is gaan wonen. En hij heeft toen met heel veel mensen als amateurfilmer een aantal bijzondere films vastgelegd, voor mijn gevoel. En films die verhalen over de rituelen en de sociale gebroken in vroeger dagen. Hoe mij ze in feite redt van de vergetelheid. En ik vond dat een mooi gegeven. En toen ik me ging verdiepen, de persoon rondom Jef en zijn films, realiseerde ik me dat het dorp Zwolle veel meer vertellers herbergde. Maar ook filmers die het op een andere manier vertellen. En dat was dus de aanleiding om te denken, is er een filmfestival mogelijk met Jef als aanleiding en de andere filmers die het verhaal compleet maken.